Nijmeegse benedenstad protesteert tegen verdwijnende parkeerplaatsen. Wethouders Damen en Brom zijn aanwezig en krijgen de wind van voren. Nou, als eerst wil ik zeggen dat die parkeerplaatsen niet gaan verdwijnen. Want dat gaan wij echt niet accepteren. En verder in het nieuws vandaag. Zorgen over de veiligheid van de Wiegense Berg. En moeras in de Goffert opgeschoond tijdens natuurwerkdagen. Bewoners van de Nijmeegse benedenstad maken zich ernstig zorgen over een nieuw parkeerbeleid in hun buurt. De gemeente heeft plannen goedgekeurd om het centrum groener en autoluw te maken. Wat inhoudt dat bewoners hun parkeerplaatsen dicht bij huis verliezen. Afgelopen weekend gingen ze de straat op om te protesteren tegen dit plan. Onrust in de Nijmeegse benedenstad. Bewoners zijn boos en voelen zich door de gemeente in de steek gelaten. De gemeente heeft namelijk besloten dat parkeerplaatsen in hun buurt moeten verdwijnen om ruimte te maken voor een groener en autoluw centrum. Bewoners zouden hun auto straks verder weg moeten parkeren en tegen flink hogere kosten. Afgelopen weekend trokken bewoners samen met wethouder Shilia Dame door de wijk om hun zorgen kenbaar te maken. Nou, als eerst wil ik zeggen dat die parkeerplaatsen niet gaan verdwijnen, want dat gaan wij echt niet accepteren. Dat is één. En wat de grootste problemen zijn, Til, vertel maar. Onze vrijheid wordt beperkt. De mobiele vrijheid en ons hele doen en laten. Ze willen zelfs invullen voor ons hoe lang wij erover mogen doen om de boodschappen bij ons huis te brengen. Een uurtje per week. Het is echt, het is net een slechte grap, zeg maar. Wethouder Dame liet weten bereid te zijn om naar specifieke knelpunten te kijken. Maar de plannen gaan niet zomaar van tafel. We hebben echt gezegd dat we het straatparkeren van de openbare vergunningen gaan verplaatsen naar de garages. Dat is ons besluit en daar staan wij achter en dat is ook de opdracht van de gemeenteraad. De gemeente wijst erop dat er ook voorstanders zijn van de plannen en dat het besluit al genomen is. Toch voelen bewoners zich niet gehoord en vragen ze zich af waarom er geen beter overleg is geweest. Ik denk niet. Ik heb het gevoel dat ze dat niet doen. En dat is ook wat de pijn veroorzaakt. Ze luisteren niet, ze hebben een plan in hun hoofd en dat moet er komen. En dat is steeds de boodschap die ze uitdragen. En dan denk ik, gemeente, jullie zijn er toch voor de bewoners? Toch niet om je eigen ding te doen? Kijk, vergroening, autoluw, prima. Maar wat maakt het uit of ik hierin rij of 20 meter verder? Binnenkort vindt er een informatieavond plaats waar de wethouders vragen zullen beantwoorden van de bewoners. Of dat genoeg is om het vertrouwen te herstellen, moet nog blijken. Ze zijn zeker boos. Ja, ik begrijp het ook dat dingen veranderen en dat boosheid oproept. En wij vinden het vooral belangrijk dat we ook echt het gesprek kunnen voeren. Want mensen kunnen de zorgen uiten via allerlei wegen. En als we met elkaar aan tafel zitten, kunnen wij het beste reageren. Omdat we met een heleboel van die zorgen ook echt gewoon oplossingen hebben liggen. Maar dan moeten we wel aan de tafel zitten om dat gesprek te hebben. Nou, dat wordt spannend, denk ik. Die mevrouw Dame zegt, we hopen dat we dan kunnen gaan verbinden. Maar dat verbinden is een beetje laat. De Wiegense Berg, bekend van de ski- en crossbaan, wekt zorgen op bij de omwonenden. Volgens GroenLinks Wiegen zou de voormalige afvalstort zorgen voor een slechte kwaliteit van de grond en het grondwater. Omdat omwonenden gebruik maken van het grondwater, wil GroenLinks Wiegen dat er nu een onderzoek komt of de deklaag van de Wiegense Berg nog wel voldoet aan de eisen. GroenLinks Wiegen en omwonenden maken zich zorgen over de voormalige afvalstort in Wiegen, ook wel bekend als de Wiegense Berg. Hierbij zou de deklaag van de berg beschadigd zijn, waardoor er zorgen komen over de vervuiling van het grondwater. Vanwege de verouderde deklaag vraagt GroenLinks Wiegen zich af of de berg zich nog voldoet aan de eisen. De vuilnisstort is eind 80 jaren gesloten. Gesloten betekent dat er een deklaag overheen wordt gelegd. En daarna is die voor recreatiedoeleinden in gebruik genomen. Bekend is natuurlijk dat er ook een skigedeelte op zit. Maar het wordt ook veel gebruikt door crossers, fietscrossers, maar ook door motocrossers. Volgens Henry Thiemussen van GroenLinks Wiegen zouden de crossers die gebruik maken van de berg zorgen voor de schade in de deklaag. Er zijn nu dus veel onduidelijkheden en vragen over hoe veilig deze berg nou eigenlijk is. Omdat deze berg zo intensief wordt gebruikt door crossers, komen er sleuven en mogelijkerwijs ook beschadigingen in de deklaag. En de gemeente heeft nu toegezegd dit nader te gaan onderzoeken.
Op dit moment is de mountainbikevereniging on hold gezet. Omdat eerst meer duidelijkheid moet komen over de berg zelf. En vervolgens bekeken kan worden van wat kan hier nou wel en wat kan hier niet. De gemeente Wijchen zal dus eerst onderzoek moeten doen of deze berg nou echt zo schadelijk en onveilig is als dat er vernomen wordt. Zo moet er naar verschillende aspecten gekeken worden. Dat de gemeente dit gebied kenbaar moet maken als een voormalige stortplaats. Dat de gemeente ervoor moet zorgen dat dit gebied veilig is. Dat kun je doen door grondwatermonsters. Maar natuurlijk ook kijken hoe de bodem erbij is, of de bodem vervuild is. En natuurlijk wat de kwaliteit van de deklaag is. Mocht het blijken dat die deklaag onvoldoende is, dan zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat die deklaag weer actueel in orde is. We weten nog niet wanneer de gemeente het onderzoek zal starten naar de deklaag van de Wijchense Berg. Maar tot die tijd zullen de zorgen en vragen van de omwonenden zich nog voortzetten. De omwonenden van Alverna maken zich eigenlijk al heel erg lang zorgen, want wat er in deze berg zit. Ja, schatzoeken zou ik hier beslist niet doen. Wat je hier allemaal aan zou kunnen treffen, nou ja, daar lopen de meningen nogal over uiteen. De jaarlijkse ondernemersverkiezing en de uitreiking van de Talent Award in de gemeente Beuningen gaan dit jaar niet door. Dit vanwege te weinig inzendingen. Het bijbehorende business event dat oorspronkelijk gepland was voor 27 november is verplaatst naar woensdag 26 maart. Op deze avond organiseert de gemeente een netwerkevent voor ondernemers op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Pascal Kobussen benadrukt het belang van ondernemers voor de lokale gemeenschap. Zij zorgen voor banen, voorzieningen en dragen bij aan onze samenleving. Het programma biedt zowel inhoudelijke presentaties als informele netwerkmogelijkheden. De finale van het COC Songfestival vindt komende zaterdag plaats in Nijmegen. Het evenement, dat wordt georganiseerd door homobelangenorganisatie COC, heeft voorrondes in alle provincies, waarna de lokale winnaars het in een finale tegen elkaar opnemen. Vorig jaar werd Nijmegen tweede, net achter Leeuwarden. Omdat de Friese hoofdstad de organisatie niet op zich wilde nemen, vindt de finale nu plaats in Nijmegen. Zaterdag 9 november hier in de Lindenberg organiseren wij de 28e editie van het COC Songfestival. Het COC Songfestival is eigenlijk een initiatief vanuit COC Limburg in eerste instantie, 28 jaar geleden. En ieder jaar organiseert een ander COC in het land dit festival, waarbij liedjes rondom het thema LHBTIQA+ centraal staan. Nou, de act die zijn we nog een beetje aan het vormgeven, maar het belangrijkste is dat ik wilde dat het een mooi nummer zou zijn, wat niet te veel een grote act zou zijn, maar gewoon eigenlijk mooi, maar wel met dynamiek en beweging. Nou, ik ben zelf gewend om improvisatietheater te doen en dan weet je altijd dat je het pas op de avond zelf echt gaat creëren. En nu heb je het van tevoren allemaal bedacht, dus je hoopt dat het ook zo uitpakt zoals je het hebt bedacht. En dat vind ik wel eens een beetje spannend. Nou, we hebben 10 kandidaten uit het hele land van verschillende COC's. Vanuit COC Haaglanden, COC Limburg, COC Friesland, nou ja, noem het maar op. Die komen hier naartoe en die gaan al die 10 inzendingen gaan hier hun nummer vertonen. Dat zijn dus echt uniek geschreven liedjes met eigen tekst en eigen songs of eigen muziek. En die worden beoordeeld door een regiojury. Dat zijn mensen vanuit alle verschillende COC's. En daarnaast een vakjury die samen bepalen wie namens wie welk COC uiteindelijk gaat winnen en volgend jaar dit Songfestival mag organiseren. Jij ging er mee van. Zondagmiddag speelde NEC de eredivisiewedstrijd tegen FC Groningen. De wedstrijd werd overschaduwd met het nieuws dat assistenttrainer Ron de Groot een dag eerder onwel was geworden en in het ziekenhuis is opgenomen. Naar omstandigheden gaat het goed, liet NEC voorafgaand weten. De wedstrijd zelf was een feestje in de Goffert. NEC won met 6-0 van FC Groningen en daarmee een mooi eerbetoon dus aan Ron de Groot. Viel nu alles eens op zijn plaats? Dat was de vraag aan trainer Rogier Meijer. De machine was aan het draaien en op meerdere vlakken. Zonder bal denk ik uitstekend gespeeld, veel energie geleverd in druk zetten, tegenstander moeilijk gemaakt. En met bal, ook omdat we natuurlijk 1-0 voorkomen, ja, konden we vaak de vrije man vinden. En zijn was elftal denk ik niet de problemen geweest en hebben we aan ons vertrouwen kunnen werken in balbezit. Ja, dit is wat je al weken of misschien al vanaf het begin zegt van dit zit gewoon in de ploeg. Ja, dat is altijd moeilijk om... om precies te duiden wat het is, maar mijn gevoel is dat we dit kunnen. En
Om allerlei omstandigheden hebben we dat nog niet bereikt. Nou, vandaag heb je gezien dat we het kunnen. Je ziet ook dat een aantal jongens natuurlijk terug zijn, fitter zijn, meer keuzes. Nou, dat helpt uiteraard. 12.091 deelnemers zijn in actie gekomen tijdens de Nationale Natuurwerkdagen. Wilgenknotten, bomenplanten en insectenhotels bouwen. Er zijn allerlei klussen in de natuur waar wat extra handjes wel van pas komen. Zo ook in Nijmegen, waar vrijwilligers het moeras van Natuurtuin de Goffert hebben opgeschoond. Het is een jaarlijkse klus voor de Natuurtuin Goffert in Nijmegen. Het moeras zit vol met holpijpen en lisdodden die langzaam het moeras overnemen. Daarom moeten ze grotendeels verwijderd worden, zodat het ook een moeras blijft. En daar kan de Natuurtuin wel wat hulp bij gebruiken. Die lisdodde die verlandt de boel. Dus als we dat zouden laten staan, dan zou het betekenen dat we een eiland hebben in plaats van een moeras. En ja, er leeft ook van alles in dat moeras. Dus het is ook nodig dat het jaarlijks geschoond wordt. Een moeras opschonen is zwaar werk, merken ook de vrijwilligers. Het is niet het lichtste werk wat je kan doen. En hoe gaat dit? Je moet het eruit spitten? Ja, klopt. De wortels zitten best wel diep. Het is wel taai hier onderin, dus je moet ze goed losfrikken en dan hopelijk met de wortel en al eruit trekken. En word je zelf ook vastgezet? Je wordt wel vastgezogen in de grond. Ja. Je moet moeite doen om zo weer in beweging te komen. Zo zwaar karwei. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, het is ook leuk. Ik bedoel, je kan ook lachen, want soms dan blijf je plakken en dan val je bijna om en dan, nou ja. Of het spettert. Nou ja, het is gewoon ook prima. Maar het is heel zwaar werk. Het ruikt wel. Ja, een beetje als je in die mol gaat, een beetje gaat spitten, dan komt er wat drap naar boven. Hè? Maar het is wel gezond. Modder is altijd gezond. Er zit heel veel leven in. Stekelbaarsjes, kikkervisjes, van alles. Salamanders zelfs. Dus, die hebben het nou rustig. En die zullen we voorlopig even niet zien met dit troebel water, denk ik. Voor de Natuurtuin zijn dagen van landelijke acties nodig om grote klussen aan te pakken. De Natuurtuin heeft een eigen team, maar de extra handen maken groot onderhoud een stuk makkelijker. De meeste mensen die vanmiddag er zijn, zijn speciaal voor deze dag. Er zijn ook mensen uit onze eigen ploeg, gelukkig, want die kunnen wat dingen voordoen. Hè. Dat is gewoon fijn, als die weten gewoon alles. Dus dan, als er iemand iets vraagt, dan hoeft het niet alleen naar één persoon te gaan. En ik had best veel aanmeldingen voor vandaag en morgen met onze ploeg erbij. Vandaag en morgen samen, 39 mensen. Dat is best veel. Dus dat vind ik heel erg fijn. We hebben momenteel te maken met optimaal najaarsweer. De zon is volop aanwezig en van regen is geen sprake. Na weer een dag vol zon daalt vannacht de temperatuur tot lokaal aan het vriespunt. Lekker fris dus. En dat levert ook weer de nodige mistbanken op. Morgen, als de mist is opgetrokken, is de zon weer volop aanwezig. En wordt het maximaal 12 graden. Ook de dagen erna zal dit weerbeeld zich herhalen. Wel zal er langzaamaan iets meer bewolking zijn, wat dan weer ten koste gaat van het aantal zonuren. Toch blijft het droog. En dit was het RN7 regionieuws van maandag 4 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken, dat kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook alle andere programma's terug te vinden. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Dus graag tot dan.